Goedemorgen, vandaag is het woensdag volgens mij. Is het woensdag? Ik heb geen idee. Ja, het is woensdag. Ik ben net wakker geworden. Ik sliep vannacht wel weer heel erg laat. Dus ik heb nu iets korter geslapen dan de nacht ervoor. En ik ga nu eventjes naar beneden om te ontbijten en zo. Het is wel echt al 12 uur geweest. Maar ik vind het echt heerlijk om zo wakker te worden met dit uitzicht. En dan heb je daar het strand. Oh, heel chill. Vandaag is de laatste dag dat we hier verliefd. Oh ja, trouwens, gisteravond zei ik in de vlog dat ik dat ringetje met het sterretje kwijt was. Maar hij zat in mijn make-up tas gelukkig, dus ik heb hem wel. Dit is de laatste dag dat we verblijven bij het Intercontinental. En daarna gaan we weer door. Super chill. Ik ga lekker genieten van de zon. Het zou eigenlijk regenen vandaag. Maar volgens mij staat dat hier elke dag. Gewoon dat de luchtvochtigheid mega hoog is. Maar het regent helemaal niet. Het is zelfs echt strak blauw. Dus het zal wel. Ik vind het top. Oh, wat een heerlijk uitzicht zeg. Het is zo belachelijk mooi hier. Ik had verwacht dat hij niet chill zou zijn, maar hij was top. En ik zit nu lekker, ik heb trouwens net met mijn moeder en mijn neef gegeten uit Australië. Die is nu ook in Indonesië wel heel leuk, die heb ik echt al jaren niet gezien. Ik weet niet eens meer hoe oud ik was toen ik hem voor het laatst zag. Maar dat was heel leuk. En nu zit ik lekker aan het zwembad te wachten tot Matthijs komt. Nadat ik heb gegeten zijn we nu naar het Four Seasons gegaan. En om hier even lekker te zwemmen en we gaan hier straks eten. En je hebt hier ook een hele mooie pool. En daar is Matthijs. En dan heb je hier het strand. Super nice. Dus wij gaan even lekker zwemmen. En mijn moeder is nu een kookworkshop aan het doen met onze neef uit Australië. En daarna komt ze ook hierheen en dan gaan we hier lekker eten. Oh mijn god, ik dacht gewoon dat er een krokodil lag. Oh my god. Wat is dat voor beest? Een varaan. Godverdamme. Oh my gosh. Terug, ik voel me echt zo'n vieze toerist met het tasje om. We gaan nu terug naar ons hotel. En vanavond gaan we ook eten bij het Four Seasons. En morgen dus naar de villa. Maar het is hier overal zo mooi. Echt heel eerlijk gezegd, zag ik een beetje, ja dat klinkt echt stom, maar zag ik een beetje tegen de vakantie op. Want ik dacht, oké. Nou, Tina, ik heb best wel snel heimwee, dat is het een beetje. Ik vind mijn eigen huis en ik ben echt verliefd op Nederland. Ik vind Nederland zo top. Maar ik denk dat het mij altijd gewoon een kwestie is van ik moet even wennen aan iets. Zeg maar nu vind ik het heel chill dat het hier lekker weer is. Dat alles zo mooi is. En nu heb ik zoiets van ja, nu ga ik over 7 dagen volgens mij ga ik alweer weg. Over 6 dagen volgens mij zelfs. En dan denk ik ja, eigenlijk zou ik hier nog wel wat langer willen zitten. Ja, maakt dat de kat wijs. Tenzij er losse honden lopen en ze in de bush zitten. Als ze in het echte Bali zitten, dan proeven ze wel anders. Ja, oké. Dus ik vind dit soort dingen vind ik heel mooi. Alleen, ja, ik hoef niet in de jungle te zitten. Maar, ja, voor de rest vind ik het echt mooi. En zou ik op zich wel langer willen blijven. Niet dat dat mogelijk is, omdat ik gewoon weer fucking veel moet werken als ik terugkom. Maar goed, oh, look at that view. Love it.
En dit, ja, dit voor Caesar is zo mooi. Dus ik ben helemaal content vandaag. En hierna lekker eten. Ik begin al een beetje honger te krijgen. Ik ga nu eerst alle foto's die we hebben gemaakt op mijn computer zetten. En dan bewerken en dan posten. Zoals jullie misschien een beetje hebben gezien, is mijn Instagram een beetje aan het transformeren. En probeer ik nu echt alleen nog mooie foto's te uploaden met een goede camera. En dat ik dat gewoon veel mooier vind. Ik vind dat heel leuk. Ik ben weer terug op de kamer en alles is weer lekker opgeruimd. Love it. Dus ik ga nu even snel foto's op de laptop zetten. Want dat lukte niet. Omdat de kamerdeur elke keer, dat pasje lukt elke keer niet meer. Echt super irritant. Dus nu even snel die foto's erop zetten. Ik heb eventjes die foto's op mijn computer gezet. En ik heb me omgekleed. Ik heb nu een jurkje aan van bij Jessie. En mijn Balenciaga tas en Sarah schoentjes. En we gaan nu eten bij het Four Seasons. Dus dan gaan we terug. Alleen het was langs de strand lopen leuk. Alleen met dit soort slippertjes of sandaaltjes. Heel kut. Om in dat zand te lopen. Dus we gaan met de Uber. Hier, kijk hoe goor dit is. Iemand heeft met zijn zoete vingers aangezeten. En er zitten er allemaal mieren over te lopen. Godverdomme. Sandara, dat hoort bij het Four Seasons en het was echt zo lekker. Excuse me, where are you going? Intercontinental. Yeah, do you want the address? Pardon? Do you want the address? No, I know. Ah, perfect. It's not that far, yeah, I do. Zimaran is 40,000. Yes. Okay, yes. Het was echt heel lekker eten. Echt het beste tot nu toe. Maar echt. Ik had eerst sashimi en beef tartare en toen ribeye met gegrilde groenten in de tempura deeg. Echt top. Oh, maar die tartare en rendang saus, dat is echt mijn favoriete eten. Ja, het was echt heel lekker. Maar je ziet niks, dus ik zie mezelf. Ik ben weer onderweg naar de kamer. Ik schijn even bij. En ik ben zo moe, het is 10 voor 11. En ik denk dat ik van mijn jetlag af ga komen, omdat ik straks gewoon in slaap val. En dan morgen redelijk op tijd wakker ben, dus dat is heel chill. Matthijs gaat uit. Ik ga dat niet doen. Ik heb er echt geen kracht meer voor. En echt, het eten was zo lekker. Het verbaast me echt. Het was echt zo top. Ze hebben hier trouwens een gym. Die is 24/7 open. Ik kan nog even gaan als ik van. Eigenlijk had ik dat moeten doen. In de nacht dat ik niet kon slapen, moest ik gewoon naar de gym gaan. Maar goed. Niet gedaan. Surprise. Oké, ik ben helemaal kapot. De vlog van vandaag was super kort en stom. Excuse me. Maar ik heb wel veel gefilmd voor die recap video van Bali. En ik ben echt zo kapot. Dus ik ga echt naar de Romeland. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Ik keek niet in het schermpje en ik keek ook niet naar de lens. Ik keek er tussenin, zodat ik te staren. Heel raar. Oké, tot morgen. Doei.